En uh, werk je ook met agencies? Nee, eigenlijk niet. We huren ze wel eens in. We hebben bijvoorbeeld laatst een prachtige tv-commercial TV voor het eerst gedaan. Nou ja, dat kan je niet zelf. Dus we hebben wel een bedrijf ingehuurd die ons heeft geholpen met de, de foto of de video shoot en de montage en dat ja. soort dingen. Maar in principe geen agency uh, die ons inkoop doet of die onze uh, mediabestedingen doet. We hebben wel een PR-bedrijf of bureau waar we mee samenwerken. Maar dat zijn ze eigenlijk ja. allemaal. En wij zeggen niet van nou dat komt er nooit in of niet in. Maar het moet echt wel toegevoegde waarde hebben voor een bepaald project. Ja. Eigenlijk zijn wij dusdanig georganiseerd uh, dat wij allemaal breed georiënteerde marketingprofessionals hebben, die meer als een soort projectmanager heel veel ballen in de lucht ja. houden. Nou, en als blijkt dat. Dat jij voor een van jouw projecten of campagnes een externe inhuur nodig hebt, nou dan, dan gaan we dat eens bekijken. Ja. En dan is altijd discussie: kunnen we het zelf beter? Moeten we het outsourcen? Hebben we daar al een vaste partner voor? voor? Nou ja, hebben, ja, je kan denken aan, aan, aan content schrijven, daar hebben we ook een partij ja. voor. Maar dat zijn ook wel vaak campagne uh, gebaseerde beslissingen die je ja. doet. Ja. En als je dan, uh, heeft, dit is een trend uh, die, uh, die we vaker bespreken, ook in Hello Masters, hè, in En Bijvoorbeeld bij Albert Heijn, heeft een hele studio uh, geinhouden uh, met iets van 80 man. Inderdaad ook een afhankelijkheid. Ja. Leuke podcast vond ik oh, dat. Nou, tof. Dank je. Ja, Vanessa zegt top. En, uh, ja, dan heb je dus gewoon uh, uh, ja, een enorme verandering. Maar ja, als je ziet wat ze allemaal produceren iedere week, dan uh, is dat natuurlijk ook uh, ja, echt een grote studio. En begrijp ik ook wel dat je die doorlooptijd zo kort mogelijk wil houden. Uh, dus er zitten veel voordelen aan om dat te insourcen. Uh, maar aan de andere kant zie je ook wel bij betaalde organisaties dat nou ja, een, ja, een jaar of twee of drie toch een beetje een soort van: ja. Uh, de Energie ze soms een beetje uit, of de vernieuwing, of de inspiratie. Dat je, je toch heel erg intern gericht gaat worden met zo'n in-house agency uh, ja. of inhouse team. Uh, hoe kijk jij er zelf naar? Hoe hou je zeg maar toch die, die frisse blik van buiten naar binnen. En uh, hoe krijg je toch dat innovatie en dat, uh, dat, dat breder denken ook in je bestaande ja. team? Ja. Nou ja, bij alles wat wij doen, werken we eigenlijk van binnen uit. Hè? Dus cultuur staat bij ons op ja. één. Dan komt er een hele tijd niks. Dan heb je identiteit en merk, maar echt cultuur, cultuur, cultuur. Je begon met, uh, met ja, het, het dank daarvoor, het vermelden van die mooie prijzen die we hebben gewonnen. Ja. En daar zijn we heel dankbaar voor en trots op. En dat heeft allemaal met internal branding te maken. Hè? Dus uiteindelijk hebben wij gezegd, AFAS is een familiebedrijf. We zitten in Leusden. We maken software, niet het meest sexy product van de wereld. Dus het allerbelangrijkste is de samenhang tussen de mensen en die cultuur. En daar gaan we allerlei dingen op bouwen. Ja. Dus we zeggen altijd, alles komt van binnenuit. En als je... Als je dat doortrekt in alles wat je doet, kom je al heel snel uit van joh, we zijn lekker eigenwijs en eigenzinnig. Ja. En we gaan het gewoon eens proberen of het zelf kan. En het ten tweede is, uh, is ja, dat verandering is hier die const, constant aanwezig. Dus ik ben niet zo bang op verslapping. Je moet wel op de juiste momenten eens even hè, buiten je eigen bubbel treden. Met klanten spreken, met andere stakeholders spreken. Naar evenementen gaan, webinars volgen, podcasten luisteren. Met jou overleggen. Ja. Hè, naar een nieuwe marketingdag gaan. Waardoor je weer geïnspireerd raakt. En het dan ook echt effectief inzetten. Ja. Dus ik, ik vind om die scherpte en die frisheid in je organisatie te ja. houden. Dat kan je doen door een externe partij in te huren. Het is ook een soort van discipline die je jezelf ja. oplegt. En het past helemaal bij wie we zijn. Dus. Ik, ik zie daar niet de grote uitdaging. Natuurlijk zijn er wel elementen waarvan je zegt, nou, dat moeten we nu echt eens even gaan aanpakken. Laten we eens een keer met een externe partij gaan ja. praten. Hoe, hoe die ja. dat zien. Tuurlijk gebeurt ja. dat. Ja. Hey, en die cultuur hè, waar jullie zo bekend om zijn en die je ook met zoveel passie bespreekt. Noem eens wat, wat kernwaarden van die cultuur. Hey, als, volgens mij krijgen jullie best wel veel sollicitanten. Ik, ik las volgens mij iets dat jullie zo'n 1300 sollicitanten per jaar krijgen, waarvan ja. uh, voor 80 functies. Dus. Uh, dat, dat zegt ook ja. wel wat, denk ik, over de aantrekkelijkheid van jullie als werkgever. Uh, waar, door welke lens, zeg maar, uh, reviewen jullie uh, de kandidaten? Wat, wat zijn de merkwaarden die, die je heel graag terug wil zien, uh, gespiegeld zien in, uh, in de mensen die bij jullie werken? Ja. ja, we hebben twee jaar geleden een onderzoek gedaan onder de medewerkers. Hè, van. Nou ja, als je AFAS nou zou beschrijven, welke woorden komen dan naar boven en natuurlijk nog veel meer andere vragen. En daar zaten eigenlijk gewoon vier dominante woorden in. En toen zeiden we, nou, als we dan avonds moeten beschrijven in een soort van kompas, dan zijn dit vier woorden: en dat is gek, doen, vertrouwen en familie. En eigenlijk die vier kwadranten betekent wie we zijn, wat we doen, zowel naar binnen uit als naar buiten uit. Ik denk dat wij een bedrijf zijn die, die ja niet een grote grens heeft, of een, of een, of een, een magische grens tussen binnen en buiten. He, kom hier binnenlopen, kom kijken, kom ontdekken. En dan zul je zien dat we eigenlijk net zoveel informatie geven aan onze klanten en potentiële klanten dan aan onze medewerkers. Dus ja, de, de grens tussen wat, wat echt is voor intern en extern is steeds meer aan het vervagen. Waardoor er eigenlijk hopelijk één beeld ontstaat van AFAS. Zowel een leuk bedrijf om klant van te worden als een leuk bedrijf om, om voor ja. te werken. En, en we zien heel erg, he, meer dan 25% van alle nieuwe medewerkers. Komt via een medewerker die nog geen half ja. jaar in dienst is. Nou, dus dat stukje ambassadeurschap van het merk of van het werkbedrijf Avas, ja, dat is iets wat we, wat we, waar we heel erg trots op zijn, omdat kennelijk we een dusdanig leuk bedrijf zijn dat ja, medewerkers dat eigenlijk in hun eigen omgeving rondbezuinen, of naar hun studiegenoten ja. of vrienden. En dat dat ook zorgt voor een constante aanwas aan, ja, aan nieuwe top. collega's. Ja, helemaal super. En die cultuur is, is, is ook wel vrij, uh, ja echt heel Nederlands, hè, denk ik. Ook met, uh, nou ja, je had het net over bitterballen, maar ook heel lokale sponsorship. Um, is er ook ruimte, zeg maar, om dit model toe te passen in andere landen? Uh, waarbij je dan bijvoorbeeld, stel je gaat naar Duitsland en je, en je doet het op die manier, maar dan in de Duitse cultuur. Hebben jullie daarover, praten jullie daarover? Ja. Nou, dat speelt nog niet. We hebben wel een vestiging ja. in België. En daar zit uh, wel een Nederlandse directeur op. Alhoewel hij komt uit Zeeland. Dus zo'n Nederlands is hij ook nog niet. Daar moeten we nee. altijd heel erg om lachen. Maar het is echt een Vlaams bedrijf met Nederlandse invloeden. Maar wel, we zeggen dan ook. Je moet ook echt je eigen broek ophouden. Dus Nederland en Vlaanderen. Volgens mij is er geen groter verschil dan dat. Hè. De grootste fout die je kan maken is. Ik kopieer mijn Nederlands succes naar Vlaanderen. En dat gaat werken. Nee. Dat is niet zo. Dat hebben wij ook aan de ja. lijf ondervonden. Dus ik denk dat je een aantal normen, hè, die kernwaarden mee moet geven. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe communiceren we naar buiten? Eh, positief, actief, op een leuke manier. Dat moet je, ja. dat moet je borgen. Alleen, ja, je moet ook ruimte laten voor, voor het individuele land. Wij hebben extreem het geluk dat wij buiten een vestiging op de Antillen... en in België gewoon echt een lekker Nederlands bedrijf zijn... waar wel echt iedereen welkom is... Uh, hè, dus diversiteit en inclusie zijn we ook heel erg mee bezig en uh, nou ja, de, de verhouding mannen-vrouwen, leeftijden, achtergrond, geloven, dat is echt iets waarin je merkt dat dat de cultuur verrijkt en daar ben mm -hmm. je nooit mee klaar. Dus ja, wij juichen dat ook heel erg toe dat we daar ook de versnelling in pakken, net zoals heel veel andere mooie bedrijven. En dat, dat, daar moet je, je denk ik ook je communicatie op aanpassen. Dus die cultuur is niet ingekaderd inge van dit is het. Die cultuur is levendig en die verandert net zo hard ja, mee met heel Leuk dat je op ons YouTube kanaal bent. Wil je meer zien en horen vooral van alle top marketing CMOs in Nederland? Abonneer je dan eventjes hieronder, dan mis je nooit een aflevering.